Oh, dat is. Dat is een gewone witte. Ik dacht dat dat een witte bos zou zijn! What the frick? Goedemiddag, het heeft de tijd geduurd, maar hier zijn we dan eindelijk in de Modded Survival. Heeft lang geduurd, dus ik ben er weer, Zelda Player 20, samen met... Zo, nou ik ben er ook weer hoor. En wie is ik ben er ook weer hoor. Ja, ik natuurlijk, de Tower, jongen. Van de Tower Gaming! Subscribe op mijn... En natuurlijk ook samen met... En de Chrisjes, ik ga... Yay! Nou, ik heb heel eventjes zitten te kijken wat er nog in deze serie te doen valt. En er is eigenlijk nog maar heel erg weinig. Wat eigenlijk best wel schokbarend is, want ik dacht dat we meer parts zouden gaan hebben. We hebben nog maar twee dingen te doen, want we hebben offscreen heb ik namelijk voor de items gezorgd. Tot we dus zeg maar een Big Bertha kunnen maken. De andere die heb ik de items ook al gegeven, dus die kunnen we al maken. Maar ik ga jullie heel eventjes laten zien hoe dat je hem maakt. Als je eventueel deze outdated server nog mods aan het doen bent. Want Yay. Dit is een heel oud recept. Tegenwoordig is het, zitten we al, ik weet niet op welk... Op welke versie zit Oorspan ondertussen wel niet? Vijf updates verder ondertussen. Maar goed, zo maak je dus zeg maar, zo maakte je, zou ik zeggen. Maakte je dus zeg maar de Big Bertha. En nou hebben we de Big Bertha. Nou, die komt dus zeg maar met Knockback 5, Bane of Hupplepup en Fire Aspect. Maar die ga ik heel even... Oeps. Dat is de rest van mijn items. Die kan ik even hierin droppen. We hebben dan allemaal de Big Bertha. En de enigste objectives die we nog hebben, dat is Mobzilla te killen. Nou, zoals jullie weten, in die ene Nightmare Dimensie heb ik twee eieren gevonden. Maar we gaan eerst kijken of we er eentje in de normale dimensie kunnen vinden. En natuurlijk ook nog zeg maar de King, wat onze final uitdaging was. En die wil ik dan zeg maar voor morgen hebben. Dus dat wil zeggen dat onze serie nog maar twee afleveringen gaat hebben. Yay. Ik bedoel, oh. Maar ben je toch weer enthousiast? Oh, ik stook bijna mijn microfoon en de grond aan. Maar dat maakt niet uit! Even kijken. Nou, eventjes... Wat ben je dan? Ik ben goed geëquipt. Juist. Ja, heel erg goed dus. Nee, maar we hebben dus zeg maar nog maar twee parts en maak je geen zorgen. Ik heb een andere Minecraft-serie al gepland staan. Alleen volgende week zullen er geen opnames komen in verband met vervelende dagen. Huh? Wat? Vervelende dagen. Ja, behaardag. Dus, Nee, dat is juist heel leuk. Nou! Geweldig. Dus, nou, maar ik zit volgende week... Ik zit sowieso, zeg maar, de dag van mijn verjaardag, denk ik, dat ik bij familie langs ga. En zaterdag heb ik dus, zeg maar, heel veel gezellige mensen op bezoek. Dus, vandaar! Dus dan weten jullie dat ook ondertussen. Dus ik heb voor de Wall of Comments heb ik het weer zo aangepast dat ik dus twee comments op een aflevering neer ga zetten. Omdat zeg maar voor aflevering 31 en 32 ik dus zeg maar, omdat geen nieuwe afleveringen meer zouden komen. Ik dus zeg maar niet meer op de Wall of Cosm, awesome comments kan komen. Cosm. Gwafom. Dus ik weet in ieder geval, ik ga... Oh, wow. Wat doe jij nou? Dat was een creeper, ga mij niet de schuld geven. Oh. Yes. Gaat hij mij weer de schuld geven? We zijn een bochtje kwijt! Ik ben zo terug. Oké, ik heb het bochtje al eventjes gedaan. We misten heel eventjes Claudia Z comment, dus dat hebben we nou gefixt. Maar goed, ik heb dus zeg maar voor aflevering 29, daar heb ik twee comments voor geselecteerd. En aflevering 30 heb ik twee comments voor geselecteerd. Dus de eerste comment die ga ik gelijk plaatsen voordat we naar die dimensie toe gaan en noem maar op. Dus de eerste comment die komt van Milou van der Wouden. Hey. Milou van der Wouden. Volgens mijn lijst staat ze er nog niet bij, dus... En die had geschreven, chaos. Nou, ik weet niet of het echt chaos nou vandaag gaat worden, maar we zullen het zien. Ik heb wel even een leuk iets, zeg maar, bedacht. Dus, bezeven. En ik druk de hele tijd op escape. Ik heb te veel Terraria gespeeld, dus ik druk de hele tijd per ongeluk op escape in plaats van tot ik op... Je hebt er geen zin meer in, het geeft nog een eerlijk... Ik heb er wel zin in, want ik heb voornamelijk ook heel erg veel zin in de volgende serie die gaat komen. Dat ik pas ga zeggen op het laatste afleveringetje, zoals altijd. Dus, maar om heel eventjes te showen hoe sterk dat de Big Bird daar is, ga ik eventjes de Warriors meenemen. Oh, oké, laat maar. Jou dus ook. En ik heb hier, zeg maar, ik heb hier... Warrior! Ik heb hier dus... Warrior. Bedankt. Ik heb hier dus, zeg maar, een witte spawn egg, die we ook hadden gevonden. En ik ga hier gewoon een witte spawnen en dan gaan we eens eventjes laten zien hoe sterk dat het wapen is. Dus hier komt de witte! Oh, dat is...
Dat is een gewone witte. Ik dacht dat dat een witte bos zou zijn. What the frick? Kijk dat zwaard. Ja, dat zwaard. Ik heb het zwaard. It's in HD! Really? Ah, kom op. Die serie is eindelijk afgelopen. Wanneer laat dit nou me met rust? Nooit. Dus hetzelfde zeker als dit. Volgens mij was dat nog goed getimed ook, maar ja, dat zie ik pas als ik aan het bewerken ben. Oh, nice. Ik kan wel goed timen, toch? Net zoals dat krekelgeluidje. Oh. Pas op, hè, want ik kan nou echt... Ik doe niks. Ik zeg niks. Nou, ik heb helaas dus geen witte bos. Ah, oh, ik dacht ook een witte bos spawn ik zou hebben. Die heb ik niet. Nou ja, weet je wat? We gaan gewoon daar naartoe, want dit wapen dat is nogal sterk. Daar komt het gewoon eigenlijk op neer. Dus, heb jij een unstable end dimensie? Of nee, het was een rainbow end. Rainbow end dimensie. Oh, die hebben we nope. Ik ga wel heel eventjes kijken. Echt, je hebt niks aan hun. Je hebt helemaal niet. Ik zocht het toch voor jou. Heb jij dan een rainbow end dimensie, dinges? We nee. moeten naar de rainbow end dimensie. En ik heb geen rainbow end. Ik zal ze weer eens zoeken. Ah, goed voorbereid. Ik heb wel offscreen ervoor gezorgd dat we de Big Bird daar kunnen maken. Maar ik heb niet ervan voorbereid. Dus we zijn zo bij jullie terug. We zijn zo weer terug. Knip. Nou, ik zie hier een Ant's Nest. Een nestkochtje. Rainbow. Oh, ik heb hier een stable. Yay. Die hadden we net nodig. Een paar afleveringen terug. Ja, weet je waar dat hij zat? Weet je waar dat hij zat? Achter de Taulus in huis. Hey. Ja, echt serieus. En daar hebben we zoveel voor gereisd. Ja. Wat? Oh, ik hoor dat in de aflevering. Dat is hilarisch. Nee, dat is niet hilarisch. Oh, jij trekt? Dat betekent mijn huis. Ja. Mijn huis is gewoon hier. Hé, een rainbow end. Ik heb hem al. Ja, maar jij hebt het nest, zeg maar. Ja, ik heb het nest wel meegepakt. Oké, nee, dat is wel helemaal geweldig. Ik kom al gelijk terug. Oké, okay, dan zijn we weer gewoon terug. Dan is het gewoon een hele smalle knip geweest. Dan is Alex gewoon weer de beste speler ooit, hè? Dat weet je nou. En dan gebeurde net iets heel grappigs. Wat? We spawnen een stable end. Ja, die hebben ze al gezien. Oh. op dat punt heb ik gewoon weer teruggeknipt. Tenminste, mijn toekomstige ik zie ze altijd. Bro, dat doe je echt goed. Nou, dat doet mijn toekomstige ik. Die zit nou echt zo te kijken van... Ja, jongens, ga nou alsjeblieft naar die klote dimensie toe. Ik wil klaar zijn met editen, want ik heb het al druk genoeg. Mijn toekomstige ik is vandaag... Wat zei je, wil je editen? Ik haat mezelf. Even wachten. Er zit een pijl recht door je kop. Hoofdje. Zei jij nou net dat ik een kop had? Oh, hoi Dark Player. Dat is precies een pauze nood. Oh. Ik zie hem niet. Oh. Hou ze weg. Oh. Kijk eens achter je. Kijk dat zwaard man, dat is echt mooi in. Op een of andere manier spannen ze niet gelijk. Nee, dat duurt eventjes altijd. Hallo. Wow. Zo, die komt even snel voorbij lopen. Hallo. Is een broer. Ja. Sterf! Nou, weet je wat, ik zie wel jullie eventjes als ze gaan spawnen. Dus op het moment dat ik nou zeg knip, waarschijnlijk gaan ze dan gelijk een seconde later spawnen. Ja. Weet je wat, editor, zet eventjes neer hoeveel seconden dat het duurt. Ik bedoel als je... Touwler, ik heb een bloemetje voor je. Alsjeblieft. Je moet hem ook niet opvreten, gak! Wat gewoon is, zeg maar. Tin. Tin. En nou... 153 seconden later. Hey! Oké, dat duurde eigenlijk best wel lang. Ga maar. Ja, ik zit er al in. Oké, dan neem ik het nest mee voor de zekerheid. Huh? Wow, we spannen in... In een village. Ja. Want Rainbow Dimensie, dat is zeg maar... S'avonds zit het vol met... robots. En de enigste mooie van deze dimensie is dus zeg maar tot het vol met villagers zit. Maar nou weet ik niet precies wanneer en hoe laat dat het Mobzilla normaal gesproken spant. Dus ik denk dat hij gewoon spant wanneer dat hij er zin in heeft. Dus wat we gaan doen is gewoon rondlopen en op zoek naar hem gaan. Dus op avontuur, helden! Tenminste, dat was jouw lijn eerst.
Dus nee, nee, echt niet. Zeker weten. Heb je dat democratisch besloten? Dus, nou, ik weet niet waar die animator naartoe is. Waarschijnlijk heeft hij de W-knop gevonden. Want wij gaan dus gewoon op onderzoek en ik weet bijvoorbeeld niet waar dat hij uithangt. Oh, daar is hij. Ik nou, heb net even wat koeien gemold. Ja, dat moet je zelf weten. Daar hebben we nou niks meer aan. Wij gaan gewoon richting het oosten en we zien wel of we er eentje tegen gaan komen. En mochten we er dus geen tegen gaan komen, dan hebben we onze eieren bij ons. Dus, ja. Maar dat klinkt zo. Wat? Wat klinkt zo aan eieren? Hé, hey, er staat daar iemand. Hé, hey, Link! Link? Link! Ik ben Link. Nou, sorry. Kan ik jou niet slaan met de Big Bertha? Nee, jammer. Nee! Dat telt hij als PvP. Ah, ik sla hem nou weer met... Auw! Ik sla hem met mijn pickaxe. Ja. Hou je hoofd bij de missie. Oké. Wij lopen richting het oosten. Het is een slecht moment om je hoofd te verliezen. Maar hoe gaat het ermee? Ja, eigenlijk best wel goed. Ik moet wel zeggen dat het een lange pauze is geweest in verband met Halloween. In Halloween hebben we toch heel veel leuke specials gehad. Dus ik ben toch wel tevreden over hoe dat Halloween is gelopen. Mm-hmm. En er waren inderdaad een paar vragen over of we horror maps en alles weer zouden gaan doen en alles. Maar dat is niet echt onze stijl, ben ik toch van mening. Ik zelf ook, het was leuk om een keertje te doen. Maar om dat echt gewoon een standaard serie van te maken, is meer van... Nee, dat is niet echt onze stijl. Mm-hmm. Dus, zoals ik al zei, ik heb het daar met jou over gehad, toch te houden. Dus achter de schermen. Dus wij vergaderen ook wel eens vaak zeg maar van over hoewel voor aflevering dat we maken, net zoals over de Taulus-kanaal. Dus en de Taule die heeft voor aankomend, of nee, dat is niet dit weekend. Dit weekend hebben we, voor volgend weekend heeft hij een hele leuke aankondiging. Dus, maar ik weet niet of hij dat al wil zeggen in deze aflevering. Ja, dat wil ik wel zeggen hoor. Nou, doe het maar vertellen dan. Het geheime recept van de krabburger. Oh, wacht even. Oh, nee, pas op, anders komt dadelijk meneer Krabs aan en die hakt je kop eraf. Nee, maar er komt Mario Kart DLC uit, dus we krijgen nieuwe karretjes, nieuwe personages, nieuwe gezichten en nieuwe maps. Ja, en dan gaan we natuurlijk gezellig weer lopen racen. En zoals ik al jullie heb gezegd, ik krijg heel veel vragen van, doe een keer Mario Kart 8, maar dat doe ik al. Het is op de Taulus een kanaal te zien. Dus ik zal hier eventjes om mijn gezicht heen, als je daar nou op klikt, dan kom je automatisch bij het kanaal van de Taulus terecht. En, ik zie mezelf staan. En hiernaast zou ik ook even gelijk een annotatie neerzetten wat bij een afspeellijst. Ik weet niet, heb je er een afspeellijst van de Mario Kart 8 series? Ja, zeker. Dan komt hiernaast nou heel eventjes, nee, niet die kant, andere kant, die staat hier. Dan komt er even ook gelijk een annotatie. Als je daarop klikt, kom je gelijk bij de afspeellijst van Mario Kart 8. Want ondertussen zit je al over de 40 parts, dus genoeg ja, race... Dus, voor meer vragen op, maar ik kan het niet vertrouwelijk niet worden. Nou, in ieder geval genoeg plezier om dus te gaan kijken wat betreft Mario Kart 8. En ik kan jullie vertellen, ik ben er niet zo pro in. Jij moet je muil houden. Maar goed, we gaan heel eventjes naar een knip. Hopelijk tot we hem tegen gaan komen. Komen we hem niet tegen, dan gebruiken we gewoon een van onze spawn-hacks. Maar we gaan gewoon heel eventjes naar een knip. Dus tot zo! Zag je dat ding vliegen? Welk ding? Ik zie jou dadelijk vliegen. Ja, zag je dat ding... Ik wist dat je dat ging zeggen. Je zat erop te wachten. Dan komen we dadelijk weer terug in onze eigen wereld. Dan hebben we, ik weet niet hoe ver dat we moeten gaan lopen voordat we thuis zijn. Want hier hebben we geen Magic Mirror, zoals in Terraria. Ga je naar de... hier hebben we geen Exo, zoals in Call of Duty Advanced Warfare. Dat bedoel ik maar. Wat zijn we toch een stelletje verslaafd. Ik ben Terraria verslaafd en jij bent Call of Duty verslaafd. Call of Duty! Ah, baby, trip. Ik zweer. Jullie snappen natuurlijk wel dat kleine stukjes van deze knip er toch in komen wat ons random gelukt. Alles wordt opgenomen, dus ja. Wat zei? Jij hebt dit opgenomen, ik kan echt zeggen dat jij... En dan zo zeggen we het aan alle geheime materialen kunnen niet op dezelfde leden worden bevestigd. Dat doe jij echt zo grappig. Ja, zeg zelfs naar player 20, laat even de hond uit. Inmiddels zijn we de hond kwijt. Hou je kop en zoek door. Anders krijg ik problemen met mijn baas. Dat zou een probleem zijn.
Oh, ik hoor het schaap. Wat is dat? Oh. Wat is wie, wat, waar, wanneer en hoe? Wanneer wordt het hier nou donker? Als de zon ondergaat. Wanneer gaat de trap nou rollen? Hij rolt al! Oh my god, dat doet mij zo denken aan... dat is toch van Fairly Odd Parents? Ja, die vader is zo geniaal. Ja! Hij rolt al, joh! Yeah! Ja, daar gaan wij naartoe. En met wij bedoel ik niet jij, ik en mijn mama. Nee, dat bedoel ik, mama en ik. Geweldig bord, hè? Oh, die is geweldig, ja. Met de potloodfabriek. Winkelburk. 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 Getting late. En hier zou ik mijn geweldige trofee hebben opgehangen als we jou niet hadden gehad. Die zijn echt... Sommige dingen zijn echt hard. Ah, het wordt nacht. Het wordt een nacht. Die je normaal alleen in Minecraft. Wat een Terraria? Dat wordt de toekomstige Let's Play die ooit plaats zou vinden. Hé, hey, kijk, hier kleine bommetjes. Van Mario Kart. Oh, oh nee. Kijk nou toch eens. Wat? Wat een geweldig geluid. Maar waarom spawn Mobzilla niet? Die spant in deze dimensie. Ik weet het zeker, de deur. Als je het zeker weet, waarom is hij er dan nog niet? Ja, dan moet je aan hem vragen, niet aan mij. Oh my god, it's Godzilla! But because of copyright, it isn't. Still we must run like it's Godzilla! No, it isn't. Think about it. Serieus, volgens mij ben ik taak 27 voordat hij uit zichzelf spant. Geloof mij maar, echt serieus. Mobzilla is een van de grootste scheidluizen op de wereld. Doe het maar mezelf denken. Dus jij bent Mobzilla. Kill Alex! Plot twist. Ja, la 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 la. Oké, ik hou mijn kop. Zo vredig en rustig. Ja, ik zie hem niet. Godnakende, je had me daar. Ik dacht gelijk, oh. Je hebt het 2 keer gemaakt. Ik dacht echt, oh. Oké, jongens, we hebben zo lang rondgelopen en hij wil maar niet spannen, dus het is tijd om er een eitje erop te gaan gooien. Mag ik een eitje? Zijn we er klaar voor? Waar zijn jullie? Nee. Hoezo zijn we er niet klaar voor? Oké, dat zie ik als een ja. Go! Shit. Oh boy. Schiet hem neer! Wow. It's Mobzilla! Geen probleem. Ik zie niks! Ik zie niks! Ik zit in duisternis. Gaan we gewoon schieten dan ofzo? Nou, hij regenerate best wel snel, dus Waar moet ik op mikken? Op zijn onderkant? Ja, je moet op zijn onder... Laat me even helpen! Lama Pazoor! La 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 la! Ja! Hem gewoon op. Oh jeez, hij heeft echt een knockback van niet van beginnen, man. Schiet hem neer, idioot! Schiet hem neer! Ah, we hebben hem. Piece of cake. Ja, hij heeft nog 3300. Ik heb 4000 helpt die gek. Ah, ik word helemaal weggeblazen. La la da 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 da. La da 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 da. Oh mijn god, maar kijk hoe ze ver dat hij gaat! Hij springt weg. Schiet hem neer! Kill him with fire and a lot of dead crap. Jeetje, hij rent echt weg. Ik zei toch dat het een mietje was? Kom hier, schavuit, ik verkoop je een dreumes! Hij is misschien 2000 keer zo groot als ons. En dan rent hij weg. Wat de f***? Ik wist niet dat Alex zo erg eng kon zijn. Ik weet niet eens goed waar ik hem op mik, op zijn voet ofzo? Ja, op zijn poten. Ja, maar dan hebben we niet een of andere... Wow! Wow. Ik ben weggevlogen. Oh, ik heb hem geraakt, ik heb hem geraakt! Victory! Oké, hij is nog niet dood. Hij gaat alleen weg, vliegen, zoiets. Ik vind het wel stoer eruit zien, maar jammer dat je niet een of andere steltmoe kan doen, waardoor je op zijn kop landt en dan een dagger erin steekt ofzo. Maar... Het is geen Legend of Zelda!
Het is toch geen imprisoned? Al moet ik wel zeggen dat hij een beetje op de imprisoned lijkt. Een beetje. Heel klein beetje. Ik ben weer onderweg om te lopen, want ik ben mijn gun kwijt waar ik mezelf mee kon vuren. Waarom gebruikte je niet gewoon een ultimate bow? Nee, ik kon een gun doen waardoor ik me terug... Ah, die starten! Kom hier, jij! Ah, nou ja zeg! Nou ja, hij haalt zomaar een gebouw weg! Meneer. Ja, hij sloopt echt alles wat... Ah! Hey, dude. Daar hebben we problemen mee. Je mag ons niet zomaar in één keer wegslaan. Dat doet hij gewoon, hè? Oké, nou, ik ga hem... Ah, de deur in nog een toe! Darkplay, misschien moet jij het eventjes overnemen, want jij bent nogal goed te slopen. Heh, als ik ga slopen, dan zal ik alleen mijn Towners huis gaan slopen. Wat? Big Bird huis gaat doen. Wat? Ah! Ik kom dan niet eens bij hem in de buurt, man. Oeh, nice. Nice. Oké, we hebben hem bijna half dood, of half levend. Half gebroken. Een half gesneden wit. Maar hoezo dan een half wit gesneden? Omdat hij doodgaat. Ja! Sure! Jezus zeg. Nee, het is niet echt heel erg moeilijk ofzo. Maar je moet toch wel kapot maken! Nou, mooi. Je hebt hem weer mooi geraakt. Ja! Nou hebben we hem! Drijf hem de hoek in! Welke hoek? Weet ik niet, maar drijf hem er naartoe! Ik heb hem! Two sword attack! Hij moet die statisch zwaardje keihard ver weg. Oh! Dit gaat goed! Ah! Ja, ik heb hem weer een keer! Boom. Hij heeft nog 700, kom op jongens! Als het niet lukt, dan weet ik er ook niet mee. Ja, 600! En dan vliegt hij weg. Ah, hij blijft vliegen! 400! Oh, hij is aan het regenereren, Ah, die klote staart van hem. Die staart hier, die blow in hem. Die onderuit zijn we op de lul. Die staart... Ah! Ik zeg nog zo, als hij zich omdraait. Ik had nog zo gezegd, geen bommetje. Ah, nee, kom terug. Ah, hou je van je. Ben ik wel dood. We houden van je, maar je moet wel dood. Juist. De Tauler. 2014. We houden van je, maar je moet wel dood. Oh, dat moet een t-shirt worden, hoor. Nou, tegeltje. Tegeltje. Oh, wow. Ik ben finish. Nog 100! Nog 100! Auw! Ik ga dat nog pijlen doen! Mijn pijlen! Schiet met je pijlen. Hij zit in de lava, dus dat is niet zo slim. Ah, hou nou eens op met kwispelen, gek beest! Kwispelen? Hou nou te zien! Ik probeer voor hem te komen! Ja, weet ik, maar hij... Secondje. Auw! Oké, anders gaat er eentje via rechts, andere gaat via links. Hij is bijna dood, dus... Ja, maar dan moeten we hem wel die knal kunnen geven! Ja, maar gewoon, ik schiet wel van de pijlen dan. Geen probleem. Ik sta bijna voor hem. Jij sta voor hem. Don't you dare to turn. Ja, ik raak hem. Raak hem. Ja! Boom. Ja! Oh, nice. Look at all that stuff. La 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 la. La 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 la, wat is toch een hoop troep. Oké. Ik zie heel veel ultimate pickaxe ook liggen. Dat vlees ook echt. Ik ga alleen maar voor het vlees. Hoeveel van die ik heb 17 mobzilla skills. Ik heb 27. Ja, mijn inventory die zat weer vol met troep. Ik heb er 35. Dus nou, dan denk ik dat we wel richting de king kunnen in de volgende aflevering. Maar eerst laten we maar naar huis gaan. Ligt er nog iets van zooi dat je mee wil nemen? Laat het nu eventjes... Ja, ik wil jou meenemen. Oh, nou, wat lief van je. Wacht lief. Even, dan mag ik een geschenk hier achterlaten voor dit ding? Nee. Nee? Nee. Mag dat niet? Nee. Ik vond het wel lief, dus ik laat toch een bloemetje achter. Ja, mag ik een geschenk achterlaten? Als jij nou eens eventjes dan die... Oh, jij wil die even planten.
Ga maar ergens planten, dat kan ik eventjes laten zien. Help! Help! Ik zit vast, ik heb geen... Ik heb geen dinges bij me. Ja, nou, je kunt je eigen toch gewoon... In Minecraft begin je gewoon met hout hakken, weet je wel? En dat doe je met je vuisten. Ja, maar dat worden mijn handen vies. Kom op, laat me eruit. Oh, ik ben eruit. Oké, nou, Alex, kun je eventjes die rainbow en dinges neerzetten? Dan kunnen we naar huis. Oh, grote boom. Maar, ja, dus wil je dat even doen? Kunnen we naar huis. Dus ik zie jullie als we thuis zijn. Palala. Waar heb je hem nou geplaatst? Alex. Nou, hij staat hier. Alex, waar heb je hem geplaatst? Alex, waar heb je hem geplaatst? Nou, we vinden er ook wel een, joh. Alex, waar heb je hem dan geplaatst, Alex? Alex, doe het mij eens vertellen waar dat je hem hebt geplaatst. Serieus, heb je hem hier neergeplaatst, Alex? Waarom heb je hem dan hier neergeplaatst, Alex? Kun je mij alsjeblieft vertellen waarom dat je hem hier hebt, Alex, geplaatst? Waarom, Alex? Waarom nou precies weer in dat hoekje, Alex? Alex, kun je mij alsjeblieft vertellen waarom dat je hem in dat hoekje hebt geplaatst? Omdat niemand mag het. Waarom mag niemand dat, Alex? Kun je dat eventjes uitleggen, Alex? Alsjeblieft, vertel. Kom op, ik wil het weten, Alex. Alex, hoe nou vertellen? Kom op, vertel. Kom op, vertel ons geheimen. Vertel het. Waarom in dat hoekje? Waarom, Alex? Waarom? We gaan er toch alleen uit overdag? Ja, maar het is dag. Dag! Ja. Got it. Oké. Okay. En ja. We zijn heel ver van huis. Waar is thuis eigenlijk? Ik weet niet. Ik ga wel eventjes mijn waypoints er even bij pakken. Home YouTube. Done. Die kant op, richting het zuiden! Daarheen? Ja. Ik heb marsepijn en aardappels. Dadelijk schiet je per ongeluk het huis kapot. Nee, die kunnen dingen niet kapot schieten, zie je? Houden jullie van marsepijn? Kijk, die kan alleen dit doen. Alsof, ja, een beetje. Ik heb marsepijn en aardappel. Van de Jumbo. Ik heb hoor. Van de Jumbo. Oh, fijn. Mogen we echt serieus over een oceaan heen? Yep. Het is nog 1000 kilometer die kant op. Nee, 1000 meter. Gaat leuk worden. Ik kan een boot maken. Ja, ik ook met de boot. Ja, wil je ook een boot? Oh, ik maak zelf eentje. Geef niet. Ik heb er twee. Oh. Wil je er een? Nee, ik wil zelf maken. Zelf okay. Maak boot. Ik boot. Zeg het, Alex. Ik kom erin. Stefan. Neem het op. Durpface. Bye, have a great time. Durpface. Bye, have a great... Oh, nee! Wat jou te pakken! Mama, op zijn max! Op zijn max! En ik leef nog, ik heb hem ontweken! Zag je dat? Stefan! Ja, heb je dat erop staan? Ah, nog één! Heb je dat erop? Zeg maar dat je erop staat. Ja, het staat erop! Dat hij mij echt aanviel zo! Ja! Oh, ik was nog net in mijn gezichtsveld. Okay. Water dragon! En dood. One hit, that's it, bullshit! Oké, nou eindelijk, we zijn thuis. Nou, ik ga eventjes de comment van part 29.2 ophangen. Zodat we dat netjes ook weer hebben gedaan. Dus ik ga heel eventjes, want ik heb mijn signs heb ik nog bij me. I saw the sign. I opened up my inventory and I saw the sign. Pa-da-pa. Dus, comment nummertje 2. Dat is voor The Gaming Moons. En die heeft eigenlijk best wel een lange comment. Dus dan moet ik heel even kijken hoe ik die kleiner ga maken. The Gaming... Oh, waarom typ jij niet?
De Gaming Moons. En die had neergeschreven namelijk. Ga naar de Brown Aunt Dimension. Daar kunnen jullie een hele speciale boom vinden. Nou, dat is heel erg toevallig dat we dat morgen ook gaan doen. Maar hoe ga ik dit... Ja, ik ga het gewoon zo doen. Ga. Brown Aunt Wereld. Ja, gewoon ga Brown Aunt. Hele speciale boom. Hele speciale boom. Met heel veel uitroeptekens had je dat neergezet. Nou, ik heb eventjes zo je comment neergezet. Het is in ieder geval jouw comment. Heel erg leuk dat je die comment hebt geplaatst. Voor de mensen die dit op dit moment aan het kijken zijn. Comments zijn altijd... Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten. Alleen helaas zijn dit de laatste twee afleveringen. Dus we nemen nou ook gelijk voor morgen op. Dus daardoor kan ik helaas niet de comment van deze aflevering neerzetten op de wall. Of als een comment vandaar dat we dus zeg maar twee comments van de voorgaande parts pakken. Dus voor meer vragen en opmerkingen kun je altijd terecht bij www.vragenenopmerkingen.nl. Ik dank sowieso jullie voor het kijken naar deze aflevering van Let's Play Modern Survival. Morgen gaan we naar de grote finale, gaan we naar de final boss van de Modern Survival. Ik was hier samen met... Met mij, met de Touwler. Met mij en de Touwler. En samen met... Cell Creations. April Xel Creations. Bedankt jullie voor het kijken en hoop dat jullie weer morgen te zien bij de final van Modern Survival. Hé, hey, die grap hebben we al gehad. Klinkt als een bij. Er was een land, ik weet niet waar. Daar leefde eens een blije bij. En die beleefde, het klinkt raar. Een avontuur voor jou en mij. Dat blije bijtje had een naam en heette Touwler. Nee? Niemand? Oké. Doei.